Wie voor 2017 op vakantie belde, sms'te of op internet ging, die betaalde zich blauw. Maar sinds dat jaar hebben we een regelgeving die maakt dat je eigenlijk in het buitenland aan dezelfde kosten kan bellen, telefoneren, surfen als hier in ons land. Dit jaar veranderen de regels opnieuw. Daarom is Christophe er komen bijzitten, dat is onze telecom-expert. Welkom Christophe. Simon. Wat verandert er eigenlijk dit jaar precies? Maar het belangrijkste nieuws is dat eigenlijk gewoon de regulering met 10 jaar verlengd wordt. Positief dus eigenlijk? Ja, dat is heel positief. Het is belangrijk om te weten dat die regeling alleen maar geldt binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie. Er zijn dus landen, vakantielanden, in de buurt van de EU waar die regels niet gelden. Wat dan eigenlijk? Maar stel, ik zit op een Grieks eiland en mijn smartphone maakt automatisch verbinding met een Turkse zendmast die nabijgelegen is en een betere kwaliteit biedt. Ja. Dan ben je dus verbonden met een netwerk dat niet binnen die regulering valt en dan kunnen de kosten hoog oplopen. En hoe kan ik dat dan voorkomen? Want als ik mijn 4G gewoon eigenlijk open laat staan, dan connecteert dat maar. Hè? Ik hou dat niet in het oog. Ja, we beseffen minder en minder of we nu via 4G of via wifi verbonden zijn. Dus dat is ook logisch dat we daar geen aandacht meer aan geven. Maar als je op vakantie bent, kan je wel ervoor zorgen door gewoon bij de instelling van je smartphone het automatisch verbinden met een gegevensnetwerk uit te schakelen. En dan ga je zelf de keuze mogen maken met welk netwerk je verbinding maakt. Dat gaat over gegevens. Laat ons het eens over gewoon bellen hebben. Ik ben hier aan het zwoegen op kantoor in Brussel en ik mis jou, Christophe. Jij zit op jouw strand in Spanje en ik ga jou bellen. Voor wie zijn de kosten dan? Die vallen eigenlijk gewoon binnen je nationale bundel. Dus dat is gewoon de belminuten van je abonnement. En als jij mij mist vanuit Spanje en jij belt mij hier in Brussel, dat is gewoon hetzelfde? Dat is inderdaad hetzelfde, want ik bevind mij binnen een EU-land dat binnen de regulering valt. En ik bel naar België, dat ook binnen de regulering valt, dus geen extra kosten. En als we nu nog eens een klein beetje verder gaan, we steken de Middellandse Zee over richting Tunesië, laten we zeggen. Verandert er dan iets? Dat is ook roaming, maar niet met de regulering, want Tunesië zit niet tot bij die 28 lidstaten. Mm-hmm. Dus dan gelden er wel extra tarieven die duurder uitvallen. Echt duur? Dat kan toch wel tot enkele euro's per belminuut. De sms'en kunnen ook oplopen en vooral de data zal aanzienlijk veel duurder zijn dan dat we dat gewoon zijn binnen België. Dus samengevat, als jij in Tunesië bent en jij wilt met mij bellen, dan zoeken we best een wifi-contactpunt om via WhatsApp of via Skype of een ander medium met elkaar contact te hebben. Ja, een veilige wifi-verbinding van je hotel bijvoorbeeld is dan inderdaad een raadzame oplossing. Nog één ding, ook binnen de EU zijn er daar limieten op die roaming like at home? Maar het is gewoon belangrijk, zoals je dan thuis in België ook gewoon bent, om binnen de limieten van je bundel te blijven en dan vooral met het surfen. SMS'en zijn meestal overal onbeperkt en belminuten worden steeds ook meer onbeperkt binnen de abonnementen, maar vooral dat surfvolume. Ga je bijvoorbeeld op vakantie meer streamen, meer video's bekijken, meer GPS gebruiken, dan kan je datavolume nogal snel opgebruikt geraken. En dan ga je misschien wel nog extra gefactureerd worden, maar die tarieven zijn wel aanzienlijk goedkoper geworden, want dat zijn dan de nationale tarieven. 10 cent per megabyte of 5 cent per megabyte, terwijl het dat vroeger makkelijk enkele euro's per megabyte was. Heel duidelijk, Christophe, dank u. Als jij problemen hebt met je telecomoperator of hij heeft roamingkosten aangerekend die jij niet zou mogen aangerekend hebben, neem dan zeker contact op met Test Aankoop.